Goedemorgen iedereen. Hoe lang zijn we weg geweest? 2, 3 weken bijna? Zo. Het is een tijd geleden, jongens. En het heeft verschillende redenen. Redenen. Ten eerste natuurlijk quarantaine. We doen vrij weinig, kan ik jullie vertellen. Ik zit veel achter de PlayStation. We trainen wel. Maar dat doen we allemaal in de tuin. We komen het huis niet echt uit. 'S Ochtends doen we even een boswandelingetje met die honden. En ik zeg honden, ja, want we hebben een nieuwe aanwinst. Dus dat is in de tussentijd ook gebeurd. Ik heb me toch laten overhalen. Door, ja, er was heel veel voor nodig, jongens. Heel veel. Oh, wat was dat overhalen zwaar. Nee. Nou, ik ben wel zwak natuurlijk. Ik zei nee, ik wil het niet. Maar als je het echt wil, is jouw verantwoordelijkheid. Jij ruimt scheid op, pis, kots. En je voet hem op. Nou, het gaat heel erg goed. En hij is ook super klein. Zoals je kunt zien. Lieve. Dus ja. Het enige waar je op moet letten is dat je niet op hem trapt. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Echt ja. En het gaat eigenlijk wel hartstikke goed. Met plassen ook, poepen ook. Kijk, dit is een matje. En die moet eigenlijk verschoond worden. Maar we wachten nog op een levering van Soeplus. Het gaat allemaal wat langzamer en ik snap ook waarom, hè, met de corona. Ik ben al lang blij dat ze leveren, want dit is ook geleverd. Ook door Soeplus. Ook door Soeplus. Nee, ik heb het laatste rekkie bij Decathlon weten te scoren. Dus eigenlijk kan ik dit als squatrek gebruiken en als bankdruk. Is verhandigd, kan ook makkelijk weer opgeruimd worden. Dus zo gaan we ook even dat benentraining filmen van ons twee. Ik had nog meer redenen waarom ik niet gefilmd heb. Is omdat ik echt letterlijk in de eerste week van de zon van het jaar, denk ik. Ja. Dan kreeg ik zonneallergie. Het is nu voor een groot deel weggetrokken, maar echt mijn kop zat vol met blaren. En het was echt niet om aan te zien, dus ik denk... Ik blijf even uit beeld. Met Jaxie gaat alles lekker. Hè, kleine? Hij is nu side planks aan het doen. Even die zijkant van die buikspieren aan het aanpassen. En dat aanpakken. Hey! Zeg maar hallo. En die kleine tackle is helemaal gek op Jax. Ja, ze zijn gek op Jax. Echt niet normaal. Zodra die in de buurt komt, begint hij keihard te kwispelen. En dan wilt hij hem knuffelen. Ja. Zoals je kunt zien is het kleed ook weg. Het kleed moest sowieso vervangen worden, want we waren er niet heel blij mee. Maar hij dacht ook van, hey, ik heb één plasje erop gelegd. Dit wordt mijn standaard uitgaansplek. Je moet sowieso, als je een pup hebt, dan is het echt slim om je kleed op te bergen. Dat is echt zo veel beter, want je limiteert gewoon de plekken waarop hij kan plassen. Dus dan... gaat hij naar dat enige matje wat er is. En nou gaat hij echt heel snel hoor. Ik bedoel, binnen 3 dagen plast hij alleen nog maar op zijn puppypad. Dus ja, en hij poept daar ook. Ja, hij poept daar ook. En hij heeft ook al buiten geplast, dus. Ja. En ze spelen super lief met elkaar. Ze zijn de hele dag met elkaar bezig. Dus ja. Hij is weer met je moeder. Great succes. Nou, ik speel een hele hoop Warzone. Super tof. Ik ben zelf zo'n zieke nerd dat ik nu gewoon op YouTube naar gasten aan het kijken ben die ook spelen. Dus zover ben ik gevorderd. We zijn wel van plan, want we hadden natuurlijk ons eigen bedrijf aangekondigd. De headquarters is er, we betalen huur. Maar we hebben ervoor gekozen om heel eventjes te kijken hoe het gaat met de coronavirus. Ze zijn weer aan het spelen. Lief, hè? Dus het leuke is ook dat Kyle echt door heeft van hij moet een beetje voorzichtig met hem zijn en hij is nog klein. Het is een tackle, een dwergtackle, dus hij wordt ongeveer 2 keer zo groot als dat hij nu is. En het is een bonte, hè? Ja, dat is gewoon kleur. Ja, dus hij heeft een soort van... Een mix van een blond je ziet en... Je ziet het niet heel goed, maar... Dus je ziet het op zijn pootjes, zie je het goed. Zie je? Een beetje een bruinig beige met wit. Nou ja, zijn hoofd is dan. Maar ze hebben een beetje dezelfde kleur. Het bruinige. Ja. Sandra heeft een TikTok-account geopend.
Dus die is aan het dansen tegenwoordig. Ja. Je moet wat, hè? Je bent anders echt helemaal. En ik heb alles voor de rest binnen. Binnen het huis heb ik alles al gedaan. Je, alles wat er opgeruimd moest worden, kamers die een beetje gefixt moesten worden, kleding wat uitgezocht moest worden. Ik heb echt alles al gedaan. Dus ja, dan blijft er weinig over. Dus daarom dacht ik ook nu, als je een pup wil. Als je een pup wil, zeg maar. Wil jij ook wat? Kom maar even bij. Dus, wat ik wilde zeggen is, als je een puppy wil, dan is dit nu natuurlijk wel de timing, want je mag niet weg. Nou, je hebt alle tijd om hem te potty trainen, dus zinnelijk te maken, en corrigeren en dat soort dingen, dus... Wat doet dat, papa? Je wilt de camera hebben, hè? Ja, geef het snel, joh. Dat is niet normaal. Ga maar pakken. Echt, een... als hij onder de douche vandaan komt, lijkt hij wel alsof hij rood haar heeft. Voor de camera zie je dat een beetje rood. Nou, ik heb geen rood haar en jij ook niet. Nou, dat maakt niet uit, hè. Je kan gewoon een kind met rood haar krijgen als je beide de gen draagt. Maar ja, hij wordt niet zo. Ik heb wel een ginger in mijn familie. Dus. Ik heb één rode baardhaar. Kijk, dus jij draagt het gen ook. Precies. Hij is voor 1000ste is hij gember. Een gember, jongen. Een gembercookie. Ja, dus dat. We hebben vandaag ook nieuws, nog verder denk ik. Het ligt er een beetje aan hoe de stand van zaken is, omtrent het tekenen van contracten en dergelijke. Dit is niet het grote nieuws wat we gaan brengen, maar wel ook wel groot nieuws eigenlijk. Ja. En voor jullie ook wel interessant denk ik. Dus blijf lekker hangen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan proberen wij gedurende deze saaie quarantaine toch nog wat footage jullie kant op te brengen. Want ja, iedereen zit een beetje voor de tv en hangt een beetje in het huis. Nou ja, deze week wordt het lekkerder weer. Dus ik denk dat wel iets meer mensen lekker buiten gaan zitten. Gewoon in hun tuin of weet ik veel wat. Ja. Hiervoor, als het dan zo grijs is, ja, dan ga je ook echt niks doen. Maar nu wordt het iets lekkerder. Precies. Ga je nu gewoon snitchen? Waarom ben je zo'n snitch? Wie traint zijn benen op zijn sloffen en dan ook nog jump squats, hè? Hier, kijk, dat gaat helemaal top. Goed. Het gaat toch goed? Ik train het liefst op blote voeten. Een goede opstelling. Vind je niet? Oh, ja. Ik heb dus... nou ja, een barbel, zoals je kunt zien. Ja, wat goed! Twee schijven van 10. En dan heb ik hier een bankje. Nog een klein barbelletje. En 4 schijven van 20. Ik heb deze gelukkig, voordat die uitverkocht was, bij Decathlon gescoord. Zie je dat rek? En deze heb ik van de gym waar ik altijd train kunnen lenen. Dus dat is echt super tof. Even voor opwarming. Oh, ik vind het echt te koud gewoon. Even sjaal. Oh, met een naad eruit eigenlijk. Even kijken. Met de camera gezamenlijk. Een beetje, ja. Ja hoor, we hebben ook moreel support hier ook. Oké, okay. Ik ga er even wat terug van aan. Nee, dit is mijn nog. Oh, oké. Okay. Nou, ga je maar doen. Ik ga even naar jou na kijken. Wat ga je nou doen? Ja. Trainen met een sjaal. Oh, het is echt te koud. Ik voel gewoon die wind in mijn nek. Chill, want je hebt eigenlijk een soort van spiegel ook nog. Kijk, daarin kan je een beetje jezelf zien. Oh fuck, het is zo koud.
koud, die stam. Kijk er wel uit, je moet echt concentreren. Die stam is ook zo koud. Ik zie hier dus max 100 kilo. Maar ik heb met al mijn kilo's bij elkaar, dat is van 130 of zo, 140. Kas heeft daar dus geen boodschap aan. Ik heb er geen boodschap aan. Ook omdat deze dingen dan aan de goede kant zitten. Maar wat we vandaag dus doen, is benen. Dus ik begin met squats, daarna deadlifts. Dan doe ik er gewoon wat meer schijfjes aan of zo. Dan Romanian splits. Dus dan gebruik ik die bank en dan doe ik hem zo. En dan zo. Je kan het overigens ook heel goed zonder bar. Ik doe die namelijk gewoon met dumbbells. Ja, we hebben ook nog dumbbeltjes, die heb ik nog niet eens laten zien. Maar, dus dat. En dan heb ik daarna lunges. Of walking lunges, of gewoon... Standing lunges, I guess. Dus dat zijn 4 oefeningen voor mijn benen. En dan ga ik gewoon lekker op. En dan kan ik aan het eind nog een beetje kuiten doen. Maar dan heb ik eigenlijk alles wel gehad. Dus omdat er geen extensions en curls zijn... Ja, die geïsoleerde movement laat ik dan gewoon achterwege. En dat is dan mijn benen routine. Met rug doe ik hier pull-ups. Dus dan ga ik hier aan hangen. Doe ik pull-ups. Doe ik bent over rows met die barbell. Doe ik hem overgrip, undergrip. En dan doe ik ook nog, dat is ook wel een leuke. Doe ik hem met een bench. Doe ik zeg maar met een bench, doe ik hem zo. Dus alsof je gewoon een single arm dumbbell row doet. Welke doe ik nog meer voor mijn rug? Dat hij aan één kant staat gewoon. Dus dan haal ik hem maar even op de grond. En aan één kantje ga ik ernaast staan en trek ik hem zo. En dan gewoon wat meer gewicht erop. Dus dat is mijn volledige rugdag dan. Daar doe ik ook of biceps of triceps bij. Nou ja, daar weten jullie ook wel wat oefeningen voor. Dan doe ik mijn borst. En mijn schouders op één dag, een beetje push-achtige dag en dan een rustdag daarna. Buikspieren doe ik ook nog, zo'n ab roller hier. Kijk. Hey, nice. Nee, 3 dagen splits al full body zijn. Dus dan heb je 3 keer full body. Oké. Okay. Oh, die kleine is wakker. Nou, kom op. 4 dagen splits, upper low. 5 dagen splits, upper. Deze hele discussie, hè? Terwijl we gaan. Doe die deur open. Hij is open, toch? Hey. Dat was hem. Super. Dank je. Oh, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ben je ook wakker? Dan kan je er meteen in. Oh, ik ben hier zo blij mee. Oké, Jax die wil dus alleen maar staan, springen, bewegen. Hij wordt helemaal gek als hij te lang ligt. Nou, dan zetten we hem in die eetstoel, maar dan gaat hij zichzelf eruit lopen duwen. Want hij wil gewoon zo graag zijn beentjes bewegen. Dus toen kwam ik met deze. Ik denk, dit ding moeten we hebben. Deze moeten we gewoon echt hebben. Helemaal top, kan hij lekker een beetje springen, maar hij kan er ook in hangen. Dus hij belast zichzelf niet te veel. En hij kan nog lekker aan boksen tegen die dingen aan. Helemaal super. Die is voor jou, mannetje. Moet je niet wat langer slapen, was 10 minuutjes weer voldoende. Nou, Sandra heeft wel geteld 15 minuten getraind. Ja. Ik vind het en te koud en ik heb mijn billen eergisteren getraind en ik doe kapot veel zeer. En er is niks anders wat mij echt warm kan houden dan benen trainen. Ik vind het echt inhoud. Ik weet niet hoe jij het doet. Oké, daar gaan we. Insert and snap the shape slider, spinning disc, electronic toys and spinning toy into the slot of the seat tray. Vind je het mooi? Dat is voor jou klein, hè? Ja. Mooi. Kijk nou wat we allemaal hebben, Dick. Jij gaat helemaal wild worden straks. Maar doe deze stoel. Spring ze wat uit die stoel. Zo. Nou, ik ga gewoon nog even verder met trainen. Oh, ik ben wel kapot hoor. Wat ik dus heb gedaan, omdat ik maar 120 kilo kan squatten. Pause reps gedaan, constant pause reps. Met deadliften tot en met 12 herhalingen geprobeerd. En ook weer rustig omhoog, vasthouden, overal in knijpen. Echt focussen op elke spiergroep. Nu doe ik, kijken, Romanian split squats. Ik heb gelukkig de kans dus om met gewicht te trainen. Als jij die ook hebt, doe het alsjeblieft. Blijf, als je spiergroei wilt creëren tussen die 6 en 12 herhalingen. Kan je erboven, betekent eigenlijk dat je te licht aan het trainen bent. Heel veel homeworkouts zie je natuurlijk dat mensen
allerlei onderdelen gaan gebruiken uit hun keuken. Ik zie mensen trainen met pannen en zo. Allemaal hartstikke leuk. Maar begrijp wel dat het voor calorie verbrand is en niet voor spiergroei. Want dat ga je echt niet kweken met 200 keer een herhaling met een pan doen en met een bezemstil. Dus dat is echt calorie verbranden en geen spiergroei. Ah, oké. Okay. Ik ga even verder bij het adem van de vorige set. Zij gaat lekker bouwen. Kan jij voor mij alleen nog een schroevendraaier, een kruiskop schroevendraaier pakken? Ja. En de batterijen. Ja. Zo. Ben je klaar voor? De jungle is af. Gelijk alles in je mond, hè? Zo. Ja, hij is echt moe. Shit, dit is al een fucking heel. Hoe springt hij? Leuk, hè, man. Terro Jack. Dit is echt genieten. Hey! Hey! Oké, daar zijn we weer helemaal fris. Gedoucht en wel. The lie! The lies he tells. Of heb jij wel gedoucht? Nee, ik heb vanochtend gewoon gedoucht. Dat heb jij ook niet gedaan. Laat eens even achter die oren kijken. Nee, niet gedoucht, niet gedoucht. Sandra is een heerlijke hartige taart aan het maken. Nee, dit heet een plaattaart, want een hartige taart is echt iets anders. Oké, dit is een plaattaart, jongens. Ik had jullie beloofd om een nieuwtje de wereld in te brengen. En dit is wel, ja, het is gewoon wel een hele grote stap eigenlijk. Want, ik zal maar even hier houden. Zodat jullie mij ook kunnen zien. Nah. Jullie kennen ons natuurlijk als het koppel dat bij Body & Fit zit. Ja. Maar als het goed is hebben jullie de laatste 3 weken, 4 weken bijna niks over Body & Fit voorbij zien komen. En dat heeft een reden. Pijn in ons hart. Ja, toch wel heel jammer. Zeker, het was een leuke samenwerking. Maar we zijn weg bij Body & Fit. En die keuze hebben we gemaakt omdat wij niet helemaal staan achter de strategie die ze nu gaan aannemen. We vonden het superleuk om de producten die wij dagelijks gebruiken eigenlijk te documenten. En ja. Gewoon op stories te gooien. Omdat het gewoon producten zijn die wij elke dag gebruiken. En zo promoten wij dat product. En zo zijn we eigenlijk de salespersonen bij Body & Fit. En daarmee konden wij jullie ook een korting aanbieden. En dat was eigenlijk de enige wisselwerking waar wij geïnteresseerd waren. Dat jullie er wat aan hebben. En dat wij er wat aan hebben. Op het moment dat jullie die code gebruiken. Dat ze konden zien hoeveel sales we hadden. Bla bla bla. En op het moment dat dat wegviel. En dat ze alleen maar met hun eigen codes gingen werken. En onze codes niet meer actief zouden zijn. Hadden wij zoiets van ja. Dan zijn we alleen maar het gezicht voor een merk. En dat vonden we gewoon niet leuk. We wilden gewoon die wisselwerking houden met jullie. Weet je, de mensen die ons ook willen steunen. En die dan zelf er ook wat aan hebben. Dat is het voornamelijk. In plaats van, hey, koop dit, maar we kunnen jullie niks aanbieden. Dus ja. Goed gezegd. Eventjes. Sorry jongens, de memory card was vol. Maar we zijn er weer. Afgelopen tijd zijn we dus bezig geweest. Met het kijken, waar willen we heen? Wat vinden we leuk? Wat past bij ons? En voor de mensen die mij al heel lang volgen, die weten dat ik bij MyProtein heb gezeten. En om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Bij deze. Nog steeds. Ik heb toen ook nog nooit één slecht woord over gezegd. Het kan ook niet, want het is gewoon een geweldig merk. En wij zijn dus super blij om aan te kondigen dat we bij MyProtein zijn aangesloten. En zoals Sandra dus net vertelde, met diezelfde wisselwerking eigenlijk. Ja.
Dus we kunnen jullie niet 10% korting aanbieden, maar 35%. Ja. Dus dat gaat echt wel... Dat zit wel zo aan de dijk. Ja, en dat is dus wel gewoon ook echt waar we naar gekeken hebben. Er zijn een aantal dingen, want naast dat wij de producten fijn vinden, vinden we het ook belangrijk dat wat we promoten, dat het ook voor meerdere mensen fijn is. Nou, jullie weten dat ik vegan ben en dat er best wel een beperkt aantal vegan producten bij Body & Fit waren. Hun hebben gewoon echt een grotere selectie, waardoor ik dus ook heel fijn vond. En we kunnen jullie dus meer korting geven. Dus al met al. Is het gewoon, ja, vonden wij het ook een kleine overstap qua dat het gewoon een heel goed allrounded product is. We hebben dus al van alles uitgestald. Nou, My Vegan producten zijn dus allemaal vegan. Dus dit is vegan clear protein. Dit is echt net alsof je gewoon limonade aan het drinken bent. Nou, die koekjes, carb crushers. En dingen die ik heel leuk vond en ook bij mijn collega's op Instagram voorbij zag komen en die ik altijd wilde proberen, waren die 6-layer bars. Allerlei dat soort dingen. Clear whey protein, isolate. Dus van mij hoeft het niet per se vegan te zijn, maar ik vind het wel heel leuk dat ze een uitgebreide vegan lijn hebben. Ja, voor mij ook, want jij zag mij alleen maar een heel jaar lang dezelfde bar eten in dezelfde smaak. Dus ik ben er blij mee en dit is voor mij... Dit was bijna wel, zeg maar, what pulled the trigger. Yeah. Waarom? Omdat wie heeft er vegan clear protein? En dat klinkt echt zo van, oh, dat is ophemelend. Maar ik ben echt zat van die wegen drankjes. Zelfs van die vegan dikke shakes heb ik niet altijd zin in. En dit is echt freaking top. Dat je gewoon na je training een lekker fris drankje kan drinken. Waar protein in zit. De pomp, die heb ik. Wij zijn helemaal enthousiast. Ja, we zijn helemaal blij. Protein crisps, dus chips hebben we ook weer, barbecue. Nou, nog meer vegan blends, proteïne, pancakes, ook weer. Dit is een normale W. Dus dat, alles bij elkaar. We hebben dus nog echt wel met veel bedrijven eigenlijk rond de tafel gezeten en gekeken van... Hè? En we hebben, en ik weet niet of dat... Ja, misschien is dat wel goed om erbij te zeggen. We hebben dus hogere aanbod gekregen qua, weet je wel, deal met andere bedrijven. Maar we hebben uiteindelijk gekozen... Ja. Voor het merk waarvan wij denken, dit past echt goed bij ons, waar wij voor staan. Nogmaals, het was voor mij ook vertrouwd. Ik ben toen bij hun weggegaan omdat ik dacht, ik ga met Body & Fit samenwerken. Terwijl ik 2,5 jaar bij MyProtein had gezeten daarvoor. Zij waren mijn eerste sponsor en ik ben nu gewoon weer terug en het voelt vertrouwd, het voelt goed. Ze hebben een heel nieuw team ook. MyProtein Nederland was er toen nog niet eens, dus dat was mijn overweging van shit, misschien moet ik wat meer op de Nederlandse markt. Maar nu hebben ze gewoon een volledige Nederlandse markt, ook voor de US. We hebben grote volging in de US. Dat is het eigenlijk. We zijn eigenlijk super blij met deze... Ik ben echt blij omdat ik in één keer gewoon veel meer supplementen heb die ik kan gebruiken. Ze hebben echt zoveel vegan dingen, dus daar word ik echt heel blij van. Oké, memory card was weer vol, dus hier gaan we het bij laten. Voor de link en de kortingscode kan je dus onder in de box terecht. Maakt niet uit welke code je gebruikt. Gebruik de ene keer haar code, de andere keer mijn code. In ieder geval, pak die 35% korting en gebruik de link hieronder in de box. Wij gaan vlogs brengen. Ik kan niet beloven hoeveel het er worden, want quarantaine is vrij herhaaldelijk. Maar we hebben nog heel veel nieuws wat eraan komt. Wat ook met de headquarters te maken hebben die jullie al eerder voorbij hebben zien komen. Dat komt nog allemaal. Dus stay tuned. Like, subscribe en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Doei.